mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, ja, wij zijn al lekker bezig, hè? Kijk, Thomas en Jacques zijn er vandaag. Jee, we zijn er weer! Ja, 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 lekker hoor. Ja, zo is het. Verdikke. Twee baarden. We staan op lengte van baard nu. We hebben al best veel gedaan ondertussen weer. We hebben de stoel, daar zijn we aan het kijken om een hele fundatie te maken. Daar is Jacques volop mee bezig. Hij heeft al het een en ander geslepen en gezaagd en gelast en zo. Dus dat komt helemaal goed. We hebben ook nog een beetje bekeken hoe dat oorspronkelijk zat met de stoelen. En dat is ook wel interessant om even naar te kijken. Ik heb hier wat tekeningen. Dit is de originele bestuurdersstoel, hoe dat die was. Kijk, je ziet, hier zit een soort van buisje onder, een soort relingtje waar die op staat. En daar zit een klemmetje met een vleugelbout. Kijk, en het zat eigenlijk zo. Hier zaten die vleugelbouten in. En die buis, die zat dan aan de buitenkant, hier zo. En daar stond hij eigenlijk op. En met deze vleugelbout kon je hem gewoon vastzetten met dit beugeltje wat er overheen zit. Dus kon je die vleugelbouten loszetten, kon de stoel schuiven. Dus die schoof gewoon over de bodem hier. En dan zet je die klem vast in de gewenste positie. En dat was het dan zoals die dan zat. Wel interessant. Origineel stoel kon uiteraard ook helemaal plat liggen. Want dan konden ze de stuurklom naar beneden doen en dan hadden ze een laag profiel van het voertuig. Maar deze is nog wel een beetje interessanter eigenlijk. Dat is de oorspronkelijke stoel van de, daarnaast zaten, voor de passagiers. Dit wisten we eigenlijk al. Hè. Dit is de leuning. Er zaten hier van die slagbegrenzertjes in die dan voorkwamen dat die helemaal door zou klappen natuurlijk. Maar hoe zit het nou met je zitting? Ja, kijk, dit zit dus zo. Hieronder ligt die zitting. En het blijkt dus dat er aan deze kant ook een scharnier zat. Zelfde constructie als dit. En eigenlijk ook exact hetzelfde als dit. Dit scharnierde dus naar hier. En dan was het... dit is de hier zat dan hetzelfde profiel eigenlijk. Er zat het zittingje eronder. Nou, deed je deze open. Klapte je deze naar hier. En dan zat daar de zitting bovenop. Zo zat dat oorspronkelijk. Kijk, ze hebben hier ook deze hebben ze ook afgeslepen ooit. Kijk, dit liep gewoon door. Het zat gewoon tot hier. Maar aan de andere kant toevallig ook. Ja, dat is weggeslepen. Ze hebben hier een ander soort bakje in gemaakt. Dat is wel jammer. Ze hebben dus dat hebben ze eigenlijk helemaal verrenoveerd. Om het zo maar te zeggen. Ja, dit. Ja, dit scharnier, dit zat dan hier aangelast natuurlijk. Oké, oh ja, en dit. We hebben hier ook nog, deze hebben we nog passend gemaakt. Hier hebben we nog een beetje uitgedeukt met de spreider, want hier zat nog een deuk. Die is naar buiten geperst, zodat deze ook weer paste natuurlijk. Ja, en nu bezig met de Elektra. Oh, deze. Heb je ook nog gezien? Ja. Kijk, mooi hè. Heb er ook al opgezet. Yes, very nice. Al de lampjes schoongemaakt, hier allemaal, zat de verf op, allemaal terug in elkaar gezet. En nu was ik aan het kijken wat er allemaal werkt. Hè. Ik heb de contactspray er al bij staan, want er zijn toch een boel dingen die niet werken. De knipper ligt... de knipper ligt, doen het zo af en toe. Aan, uit, aan, uit. Nee, nee ze doen het echt af en toe. In de zin van, ze doen het soms helemaal niet. En dan heb je weer overal een keer mee gewiebeld met een stekkertje en dan doen ze het weer wel. Dus er zitten nog wel dingetjes in. Goed, nou, denk ik. Laten we weer verder gaan dan. Inderdaad. Laten we verder gaan. Alarmlicht. Alarmlicht doet het wel. Hé, hey, ook maar aan één kant nou weer. Nou, hier doen ze het allebei. Doet hij het voor ook allebei? Ja, nu wel. Net niet. Ja, dit is zo wispelturig, joh, dit ding. Hé, aan één kant, ja. Ja, is logisch, hè? Kniplicht zat hij aan één kant, hè, Tom? Oh ja, ik wist niet welke dat jij aan had gezet. Kniplicht. Kijk, ja. Kijk, want nu doet hij het dadelijk weer niet meer, misschien. Maar toch wel.
Dit is trouwens wel even een goede tip voor als je aan het werken bent aan een oude auto en je bent bezig met kabelboom. Dan kun je niet zomaar de hele middag het contact aan laten staan. Want bij zo'n ontsteking met contactpunten, dan kan jouw bobine heel erg warm worden. Dus als je echt langdurig aan de elektrische installatie wil werken, dan kan je het beste zorgen dat je even je contact afkoppelt. Of hier de plus in ieder geval van je bobine eraf halen. Of deze, dat mag eigenlijk ook. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als er maar een van die kabeltjes los is, dan kan in ieder geval niet deze te warm worden. Die kunnen uit elkaar spatten schijnbaar. Ja, dat klopt, ja. Ik heb dat nog nooit zien. Dat moeten we eigenlijk eens een keer proberen. Ja, dat is zeker. Een keer op de sloop eentje halen en dan die vrachtwagenaccu's eraan zetten. En dan uit elkaar laten patsen. Ja, die klappen schijnbaar uit elkaar, die dingen. Dus, maar als je dus heel lang je contact aan laat staan bij zo'n ontsteking met contactpunten, dan kan het dus zijn dat die bobine, want je kunt het nou al een beetje voelen, hij is nu al enigszins iets opgewarmd. Maar als je dat heel lang doet, dan spat hij uit elkaar. Oh. Ik heb hier nog een assortimentje. Want de beste raad is voorraad. Ik heb geen spanning op de schakelaar van de ventilator. Hoe kan dat nou? Van deze. Ja, er komt gewoon helemaal geen spanning bij die schakelaar binnen. Dan heb ik heel nergens spanning, zodat die... Nou, staat daar wel aan. De contact is ook aan, hè? Ja. Ja. Gooi je even de bobine los, want we zijn toch eventjes bezig nog, denk ik. Die richtingaanwijzer, het probleem van die richtingaanwijzer zit hem in deze. Ze hebben die alarmlichten gewoon naar de rand erop gebouwd. Dat zat er oorspronkelijk niet op. Dus deze hebben ze gewoon bij tussen die kabels voor de richtingaanwijzer gezet. Dus deze verbreekt eigenlijk de verbindingen vanaf deze. Ja. En dan zet hij knipperlichten aan. Dus hij lust hem daar om. En deze contacten zijn gewoon een beetje lurp. Dus daar zit het probleem in. Dus als hij het niet doet, dan moeten we daarmee wiebelen. Ja. Dat is in ieder geval gevonden, het euvel. Maar ja, nu die aanjager nog. Ik vind dat een vreemd verhaal. Ik snap ook niet waarom we hier nergens spanning op hebben zitten. Dat zou normaal eigenlijk wel moeten, toch? Die rails worden een beetje naar buiten gedraaid. Als je hem vastdraait. Ah. Dat is het. Maar dat kunnen we wel oplossen. Deze gewoon een beetje met een motivator. Ja. Een beetje naar beneden hengsten, dat deze weer haaks worden. Oké. Leng die vier. Misschien zelfs zou kunnen zijn dat hij ook nog temperatuur geschakeld is, dat ding. Mogelijk. Dat hij nou om een of andere reden daar niet geschakeld is. Dat hij dat tenminste de vorige keer wel. Kijk, want loopt hier ook een draadje nog uit het blok, hè? Ja. Die gaat wel naar die schakelaar, bijvoorbeeld. Ja, dan zou ik een thermokoppeltje aan kunnen zetten. Ja. Ik denk dat het... Er zit en een thermokoppel aan en hij kan denk ik gewoon uitstaan, automatisch of handmatig vermoedelijk. Mogelijk. Dat zal het wel zijn. Zou het ook nog kunnen, dat ik de verkeerde kant heb aangesloten? Nee, maar hij heeft nadien nog gedraaid. Ja. Oh wel? Ja, hij heeft nog gedraaid toen we erop gezet hadden. En daar komt ook geen spanning hoor. Daar, want dat hadden we al geprobeerd. Als jij eens kan meten, dan zal ik met een schakelaar wiebelen. Nee, we krijgen geen goede aarde zoeken. Nou, mijn contact is aan, dus... Hij doet niks. Ja. Maar deze doet het volgens mij ook niet. Daar hebben we keurig spanning zitten natuurlijk. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Daar hebben we natuurlijk gewoon spanning zitten. Hé, hey, kijk aan joh. Nou, toch wel. De verlichting nog met dimmen, joh. Oh, dashboardlamp. Ja. Oh. Ja, dat is natuurlijk omdat het een leger voertuig is. Zullen ze daar misschien... Ja, wij in een...
een leger, of het is lichtschakelaar en de meeste voertuigen heb je die een oorlogsverlichting dient. Ja. Hier hebben we nog een zwevende zekering. Ik weet niet wat die voor is, maar... Die gaat naar een amperemeter. Ja. O, hier zit niet eens vast. Hupsa. Hier. Er is er nog eentje hier, hoor. Wat is dit hier allemaal geviespeukt hier? Waar gaat dit naartoe dan? Oh, die zit daar aan. Maar dat... Hè? Lampjes als hier. Ja, die lampjes zijn zo maar een beetje... Staan. Er is gewoon een los lampje gebruikt om iets aan te sluiten. Ik ga kijken of ik een stroomschema kan vinden. Een Russische repair manual. Bobine. Katushka. Spanningsregelaar, dat is allemaal van bijladen. Dat is een gelijkrichter zo te zien, dat is allemaal van de dynamo. Daar moeten we zijn. Daar staat waarschijnlijk de elektrische installatie. Elektrische apparatuur. Ja joh, mijn Russisch is zo goed aan het worden. Ik weet niet hoe goed jouw Russisch is, maar... Even kijken. Wat? Nou... Nee. Is dat waar? Nou, nee. Ja, nou, ik zit hier. Hier zat een drukknop. Ja. Dat wist ik. Ja. En ik wist niet waar die voor was. Maar nu dus wel, want ik zit hier te vertalen. Ik lees hier ineens thermische drukknopzekering. En denk, aha. Ik klik hem in, klik aan. Maar dan ben ik benieuwd, want dan doet waarschijnlijk de lier het nou ook weer. Dat zit hier. Ja. Ja. Ja, die doet het ook. En waarom is die eruit gegaan? Hey. Nee, dat was hem niet. Dat is gewoon een reletje. Dat was onze thermische drukknopzekering. En hoe doe ik hem nou een keer aan en uit? Hey, nou kan ik hem niet indrukken. Zie je? Er is dus ergens iets met de lier niet in de haak. Je ziet de amperemeter ook echt zo goed. Ja, maar dit hier. Die doet het, kijk, en dit is dan waarschijnlijk als je nou, zo is hij uit. En zo staat hij waarschijnlijk automatisch, denk ik. Ja. Oh, nou, dat is in ieder geval mooi. Dan weten we waar het zit. Nou, dat was makkelijk gevonden, eigenlijk, met schema. Ik heb niet eens echt op schema gekeken. Alleen die thermische drukknopschakelaar. Dat was hem alweer. Heb ik nog een interessante vaststelling gedaan. Kijk, dit werkt ook gewoon. Let op. Kijk hier, als ik dit zo doe. Kijk, als ik deze schakelaar naar beneden doe. Dan gaat die amperemeter echt zo helemaal naar die kant. Dus als ik hem dan heel snel uit doe, dan springt deze zekering nog niet. Kijk, zie je? Als ik hem naar boven doe, dan koppelt die waarschijnlijk. Let maar op. Dus naar boven, dan is dus de lier aan. Dus als we deze schakelaar naar boven doen, dan gaat het liertje aan. En dat werkt gewoon. Daar zit dus geen sluiting in. Maar deze schakelaar heeft een dubbele functie. Als ik hem naar beneden doe, dan doet hij dus iets anders. Maar ik weet niet wat. En daar zit de kortsluiting in. Hey, zie je? Je ziet gelijk. Kijk. Als ik hem dan aan laat staan, dan springt die zekering, die thermische zekering eruit. Even kijken. Doen we een aan-uitschakelaar. Deze misschien. Ik heb in de manual gekeken en met de beste vertaling is het die knop is voor de lier of de overlaadpomp. Dus dat zal waarschijnlijk de bilzenpomp zijn. En daar hebben ze een andere schakelaar voor aangelegd, daar geknutseld.
Dus waarschijnlijk zat daar gewoon een sluiting in ergens al. En toen hebben ze daar zelf iets aan geknutseld en hebben ze daar gewoon niet meer gebruikt. Dus ik denk dat dat probleem al ooit eerder aan de orde was. En dan moeten we even kijken. Dus het deel eigenlijk van de lier is gewoon goed. Daar zit het probleem niet. Het zit dus echt in het stukje van de pomp. That's it. Wat is het probleem? Het probleem is dat ze daar een... volgens mij zie ik het probleem gewoon. Oh, heb je een blote kabel? Deze schakelaar is eigenlijk een keuzeschakelaar. Die staat in de middenstandje uit. En als je hem dan de ene kant op doet, dan gaat het liertje aan. En de andere stand is voor de bilzenpomp eigenlijk. En hij klapt door bij de bilzenpomp. Ja, en die zit er niet meer in. En ze hebben, daar hebben ze een extra schakelaartje erin gezet voor die bilzenpomp. Dus waarschijnlijk heeft hij ergens een keer al smelt... incidentje gehad. Ja, maar als ik daar zo bij die schakelaar kijk, ik denk dat die schakelaar gewoon eens even eruit moet schroeven. Want ik zie daar ligt een stekkertje naast, volgens mij, die gewoon tegen de massa ligt. Oh. Daar zit dan iets... heb je kortsluiting. Ja, daar zit ze nu in de haak. Maar die schakelaar is geen feest om eruit te halen, want die zit met moertjes. Nee. Het is niet dat er schroefdraad is. Je kunt er natuurlijk... Je kunt er wel bij. Ik ben niet zo handig om met een ijzerdraadje tussen die elektrische contacten te gaan frutsen. Terwijl er nog stroom op stond. Spanning, hè? Oh, pas op hoor. Alle elektriciëns worden er allemaal agressief van als je zegt dat er ergens stroom op staat. Lukt. We kunnen ook nog het zuurklommetje dadelijk naar beneden scharnieren. Die kunnen we misschien nog net iets beter bij. Hij zit al vast geplakt natuurlijk. Zo. Uit elkaar halen is één naar elkaar zetten. Dit is nog een other cookie. Deze zo. Oh, dat is dit stekkertje. Waarvoor zit dat daar aan, joh? Hier. Dit ding afgekoppeld. Die doet het nog steeds. En dit is dan de kant die kapot ging. Hier, de lampje brandt maar gewoon. Let op als ik hem uitzet. Oh, dat is geen moeite. Staat hij even op de bliksemstand, ja? Zo, X. Het is een diode die ertussen zit. Dat dacht ik al. Waarom zit daar een diode tussen? Om van wisselstroom. Ja, maar... Ja, dat is om... Kijk, dit is... Dat is wel de kant van de bilzenpomp. Dus deze... Dit draadje, dat is waarschijnlijk dan deze die loopt waarschijnlijk gelijk door dan naar beneden dan. Ja. Dat is leuk bedacht, dat controlelampje van die lier, maar waar kan dat naartoe? Dat is niet zo'n lang draadje. Er zit gewoon een speciale functie op voor het aansteken van het apparaat. Dus als je hem echt helemaal beu bent. Dat hebben ze niet zo lekker bedacht dit. Dat hadden ze wel iets meer kabel aan moeten doen. Hij is los. Die is aan. Dat is op zich goed. Maar kop het deze dan ook. Nou, die koppeling het weer en die andere is het lampje. Huh? Oké, stroom er vooraf. Helemaal raar.
Ja, nou weer terug in elkaar. Er was iets niet in orde met die diode, denk ik. Als ik dit zo zie. Hey. Dit is ook gewoon maximaal naar voren. Haha, inderdaad. Ja, dat is goed. Het felle flitsen is volgens mij gewoon, ik denk van die magneet of zo, dat hij dan een beetje werkt als een generatortje als hij hier ontkoppelt. Er zit een controlelampje op het dashboard, dat is voor de lier. Nee. Kijk, als ik hem nou aandoe, kijk. Nou is de lier is nou gekoppeld als het goed is. Ja, daar is hij. Let op. Nou zet ik hem uit, dan moet je kijken naar het lampje. Oh. Zou dat gewoon van die spoel kunnen zijn? Ja. Dat hij, hij trekt hem aan en dan vloep, gaat hij open, dat hij even een condensator of zo tussen om het op te vangen. Oh, nou joh, zou dit dingetje geweest zijn misschien? Ja, dus even die piekspanning even zo absorberen als een sponsje. Ja. Oké. Even checken. Ja. Deze kabel heeft een sluiting, zo te zien. Dit is hem niet. Dus deze draad. Gele. Ja, dat is hem. Oké, dan moeten we kijken wat hij naartoe gaat. Is dit? Dat is hem volgens mij. Deze. Nou doet je het gewoon. Zonder sluiting. Eigenlijk wel gek, want hij ligt daar op de massa. Gelukkig is het allemaal goed geverfd. Dat scheelt. Nou, goed. Ja, zie je. Klik uit. Ja, perfect. Ja. Nou mooi, dan ga ik dat zo maken. Dan trek ik een snoertje en dan kan ik daar. Dan leg ik die daar al naar het motorruim. Daarvoor in. Want dan kan daar een bilzenpomp komen. Bilzenpomp. Ja, dat is mooi, hè? Die kunnen we straks aansluiten aan de andere kant van die schakelaar die we daar hebben. En dan gaat die het water eruit pompen. Die is daar gewoon voor gemaakt, zie je wel. Ja, lekker even heel het spultje lekker in de mini zetten. Ja. Yep. Je pompt het water eruit, wat erin loopt. Ah. Dan zinkt die iets minder langzaam. Of iets minder, iets minder snel. Als je de pomp buiten het ding legt naar de binnen laat pompen, dan zinkt die sneller. Ja. Kijk, dat komt maar goed zo. Even zien. Oh, hier! Yeah. Dikke tuinrippen rond. Klaar. Tjak. Beetje mooier maken nog. Ja. Oh, mooi. Ja, dan maken we er ronde kantjes aan. Ja, dat ziet er goed uit. Ja, mooi.
Dat is de enige manier. Zo, die vastdraaien. Hey. Ja, dat is kan je een lens inzetten? Ja, zoiets, oh ja, erg hè. Want ik vind het fijn, Thomas, dat jij jezelf hier kwaad over aan het maken bent nu. Zeg als het is. Ja, gelukkig. Oh, nee. Hupsa. Goed. Ladies and gentlemen, we got it. Wat? Even kijken hoor. Dat is gelukkig ook nog, ja. Oh, die gaat, die gaat. Maar die, dat wordt iets anders nog, denk ik. Wacht even, hè. Kompje zit nog niet vast. Dat is ook goed. Wow. Oh! 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 Dat kunnen we toch niet meer zeggen? Ik moet nog even een kabeltje aan, dus of je even de schakelaartje los zou maken, dan kunnen we die bilzepol erbij zetten. Nee, laat zitten! Zo, hier is het kabeltje die we moeten hebben. Daar kan hij dadelijk aan. Andere kant, dan ga je starten, denk ik. Schakelaar aan naar beneden doen. Is deze. Is die er nog uit misschien? Nee. Hij heeft de stroom wel aangezet. Ja, ampère meter beweegt al. Ah joh, hij doet het gewoon. En nou? Hey! Hey! Wegflits. Dus dat is dus, daarvoor zat daar dus die diode tussen. Ja. Dat is natuurlijk, die stroom gaat zo bruip naar het ding toe. En dan ontkoppelt hij en woep, dan komt hij eigenlijk terug. Ja, nou wordt hij tegengehouden. Ja, en dat kan dan niet. Die diode vangt het op. Ja. Ah. Die zet het om met warmte. Ze zijn niet helemaal gek. Ze hebben het goed bedacht. Ja, alleen ze hadden gewoon langere kabels moeten gebruiken. Stelt je gierige pinnen. Anders eventjes. We zetten hem een beetje zo, denk ik. Zo. Snip. Ja? Had je die opgenomen? Ja. Ja, ja, hij staat erop. Kijk, top. Helemaal goed. Kom, nu komen kijken. Tom, dit. Dit. Oh. Nou, let op. Kijk, ik pak dus hier, pak ik net die slangklem eraf, hè? Ja. Bij dit. En dan denk ik, wat is dit hier? Wat zit daar nou voor een ding? Laat maar raden. Precies. Lekker, man. Nou ja, dat moet daarvoor zijn. Ja. Ha! Yes, yes, this is very nice. That was easy. Ja, dan glip ik er overal zo lekker langs en tussen. Wat zou dat leuk passen? Niet aan de handen even! Ja, ja! Ja, ja, zo, hier zo. Hoppatee. Daar zit. En dan... Hey. Ja. Ja. Lekker, hè? Het doet gewoon. Het doet het. Schön. Meteen nog even testen. Ja, pak water even flikkeren. Anders vallen ze half in jullie filmrecensie. Oh, ja. Ja, wat moet je nu doen? We zijn een werkplaatsvlog. Geen, ja, geen filmreview. We zijn geen filmreview, hè? En tot de volgende natuurlijk, tot jongen. Tot de volgende weer, zeker, zeker. Ik zie u wel verschijnen. Komt helemaal goed, jongens. Ah, lekker, man. Doei, mensen. Tot de volgende. Yo. Hey, ai, ai. Yeah, yeah. Yo. Hij heeft een pistool, een waterpistool nog wel. Ja. We hebben er drie. Oei. Dus dan kunnen we een battle doen. Mooi. We hadden eigenlijk vijf moeten behalen, denk ik, of niet? Wel. Ik wou net zeggen. Die moet daar. We maken ons snoertje wel een beetje langer. Oh. Ah, ah. Nou, dat is ook leuk. Knijpt hem gewoon niet plat genoeg. Wat wordt ons massakabeltje? Daar zo. Ja. Zo. Zo. Die blijft wel vastzitten als het goed is. Ja. Kijk hier, wat een bende. Oh, hier. Dat is mooi. Moet je eigenlijk daar ook doorheen? Wacht even. Oh, kijk.
Mijn kabeltje is wel lang genoeg. Niet zo gierig gedaan. Zo. Kijk, dat is mooi, hè? Perfect. Deze even vastzetten. Dadelijk de bobine ook weer vastzetten. Oké, laten we kijken. Die aan. Contact was al aan. Zo. Hij is aan. Hey. Pompje. En die. Dus. Mooi. Alles werkt. Het enige wat we nog even moeten doen is nou de ontsteking terug aansluiten. Volgens mij doen de lampen in het ook, maar niet alles trouwens, hè? Ja, en dan de knipperlichten die deden het nou wel? Niet. Nee, ik zie nou niks. Nou weer niet. Ja, dat zit hem hierin. Dan kun je zien dat je het remmen hebt. Ja. Dat is ook alweer een oorlogsstuk. Alleen achter doet je het niet. Het is het derde remlicht natuurlijk. Dat komt omdat er toch niks is. Maar, hey, maar die achterlichten doen het niet. Ja, die achterlichten doen het wel, maar niet, als ze remt niet. Wacht even. Okay. Ik zal het licht eens even uitzetten. Misschien dat ze het nu... Misschien is dat een oorlogsstandje. Niks. Ja. Ah, die oorlogsstand. Dat... Laten we eens even kijken. Misschien zijn het een dubbel fitting. Hoe dat? Ja. Ja, met twee gloeispraatjes. Maar dat is het volgens mij niet. Het zijn allemaal enkele, dacht ik. Oh, nou. Dat is niet zo gek dat deze het niet doet. Deze is gewoon kapot. Kijk. Dat is een makkelijke reparatie, zo eentje natuurlijk. Laten we deze vast vervangen en kijken of hij het dan wel doet. Ander lampje erin. Oh, heb ik deze ook uitgedaan? Ja. Haha, dan doet je het niet. Jazeker. Ja. Nou, dat is een makkelijke reparatie, zeg. Nou, hier waarschijnlijk ook het lampje kapot. Dit is wel een heel fel lampje wat aan deze kant zit. Dus even zien wat daar... Misschien te veel wat. Ja, dat is een andere. Dan moeten we zo eens even een andere inzetten. Deze. Zie je hem? Ja, even kijken. Deze brandt behoorlijk fel. Ja, deze is kapot in ieder geval ook. Toevallig. Allebei de remlichten kapot. Zo. Die werkt weer. Misschien beter dan. Moet hem even met twee schroefjes opzetten. En even beoordelen hoe dat is. Ja, ja. Ja. Alle twee, hè? Ja. Nou, het licht aan. Zo. Oh, dat niet. Dat doet dan alleen aan die kant. Hey. Ja, maar deze brandt veel minder fel dan dat die net deed. Ja, nu brandt die minder fel en die brandt niet. Haha. Ja. Doet het eigenlijk wel. Eigenlijk moet het lampje werken, maar toch niet. Ja. Hoe fel brandt die? Ongeveer wel gelijk, denk ik eigenlijk zo. Ja, zie je. Dat is beter. Ik weet niet wat voor lampje hierin zit, maar... Knip jij nou een stuk uit kaalboom? Ja. Oh, nou, er zit daar in ieder geval geen kortsluiting meer in. Ook een kapot lampje. Nou, dat is mooi. Kunnen we die ook repareren. Yes, klik. Zo. Oh, we vergeten een essentieel onderdeel. Zo. Goed. Yes. Ja, dit zou moeten werken nu. Denk het wel, ja. Allebei. Ja, ik moet het groot licht nog een keer doen. Zo. Ja. Ja. Mooi. Het functioneert. Het is een... Oh, nog niet alles werkt. We moeten nog wel even deze terug vastzetten, anders dan werkt het belangrijkste niet meer. dat is de motor, die loopt daar niet meer. Er werkt nog één ding niet. Deze. Oh, de ruitenwisser. Oh! Oh. Dat schrok ik wel een beetje van, ja. Zal ik een keer lachen in jouw plek, Tom? Dat is een mooi voorbeeld, de kortsluiting. Daarvoor heb je normaal zekeringen. Ja. Maar... Hij knetst ook niet eens. Nee. Dat motortje is... daar is iets gewoon niet helemaal lekker mee. Oh, wacht eventjes.
Oh, oh, mijn pakkinkje wil ik graag heel houden. Om nou gewoon eruit. Daar hebben we hem. Oh. Maar dit ziet er gewoon heel goed uit allemaal eigenlijk wel. Waarom doet hij het niet? Waarom doet hij het niet? Kijk hier. Ah, doet het gewoon. De motor daar zegt niets mee. Ik denk dat dit hier de grappenmaker is gewoon. Dat deze die daar een beetje geoxideerd is. Ik denk het, ja. Klinkt lekker. Dat is dit geval hier wat zo klinkt. Ja, misschien die ook even opmaken dan. Ja, ik denk het wel. Ik zag het al, ja. Maar dat vet is wel een beetje opgedroogd. Oeh ja, dan mag wel even wat nieuw in, ja. Ja, dat is allemaal niet echt meer... Maar het is geen roest of zo. Het is wel een gewoon opgedroogd vet. Nou, lekker geluidje. Misschien eerst eens even een beetje. Misschien moet ik eerst wat. Ja, gewoon wat WD-40 in spuiten. Of lithium vet in spuiten. Ja, okay. Dat is makkelijker. Dat kan helemaal uit elkaar. Maak ik jullie even schoon. Huh? Dan zit eruit. Nou, dit werkt allemaal gewoon soepel, hoor. Nou, dan zal hij waarschijnlijk wel nog steeds piepen, denk ik. Eerlijk gezegd, want het is gewoon dat ding. Nee. Nee, het is toch dit ding. Gek. Ik heb ooit een touwbed gehad. Ja, joh. Een beetje gebogen worden. In my face. In your face. Het is spannend zoiets, hè. Dat wat vet inscheppen zo. Ja, hetzelfde bij je. In de fabriek hadden ze deze kamertjes volgepropt. Kunnen wij ook weer doen? Ja hoor. Ja, maakt niet uit, duw maar gewoon erin. Ja. Dat is vet. Zo. Even kijken. Even puzzelen. Zo. Zo ja. Hey. Super. Lekker. Ook dat is weer gecheft. Of toch roest op het draadje. Dat hij zo. Dan zat hij zo. Maakt niet uit. Goed. Die daar. Oh, wacht, deze eerst misschien. Oh, daar. Het stekkertje moet vast, ja. Oh. Doet nog niet. Ik denk dat we een massaprobleem hebben. Dat denk ik eigenlijk ook. Even meten. Het is natuurlijk allemaal geverfd, dus mogelijk dat daar geen spanning, of tenminste geen massa is. Oneindige weerstand. Wat is dat? Dan is er geen verbinding. Als die verbinding heeft, dan heeft hij iets van weerstand. Okay. Maar ik heb nu ook gewoon hier geen spanning eigenlijk. Het stekkertje. Ah. Ik denk ik trek hem uit elkaar en hij begint hem te draaien. Daar zit hij. Ah, deze. Het stekkertje is gewoon een beetje lurp. Kunnen we uit elkaar halen hoor. Oh, dat is koud. Zoiets. Moet ik een beetje. Hey. Mooi hè?
We hebben beestjes. Kijk hem aan dan. Zie je hem? Wat is dat? Ik weet het niet. Lijkt wel een wormpje. Een rupsje of zo. Oh ja, nou zie ik hem wel bewegen. Ja. Het is een rups. Gadverdergie. Nee, ik heb meteen altijd hangen. Tot de volgende. Oeh, je moet het rekje erop zetten. Ja. Dat zou je nog doen. Dat klopt. Oh. Dat was het reservemoertje waar kwijt was. Oh, nou, dat hebben we weer gevonden. Daar heb je hem. Ja. Ik zal dus nog in het dashboard vast. Hebben ze. Zo. Dus we kunnen beter wat vet op doen, want anders wordt dat. Dat was één grote klont roest. Dat is ook weer gelijk geconserveerd. Ik loop achteruit hier. We komen goed uit. Zo. Hink, stap, sprong. Was je er langs? Jawel. Ik ben zo dik niet. Even kijken, ik heb eerst daar achter. Even zien. Ja, dit ook. Is het toch een kwestie van. Oh, zo. Ja hoor. Wauw, wat mooi. Ja, dat is goed hè. Ja, ik vond het eigenlijk zonder rekje misschien wel mooier. Maar dit is wel fijn. Want kijk, als dan als er iemand mee wil rijden en zo, dan kukelen ze er niet zomaar uit. Dat is toch wel beter. Nou, dat zou kunnen, maar dan moeten we er geen ringetjes tussen doen. Nou, zonder gekheid lukt misschien met ringetjes ook nog wel. Ja hoor. Nou, die zijn gewoon goed. Hier. Een feest. Ja. Die hebben ze beter gemaakt. Erin schroeven misschien hoor. Ah, dat lijkt niet uit. Wat? De boor. Precies. Hij lijkt wel uit het gat, maar. Maar nu zeker. Ja, ik sta er klaar voor hoor. Yeah, that's what I mean. Yes, yes. Voilà. Ha! Mooi! Goed gelukt vandaag allemaal. Toch even wat werk gehad met die elektro-rommel in orde te krijgen. Maar het werkt allemaal. Dat is mooi. Ja. Ja, super. Hé, maar het is ondertussen tijd, hè. We moeten het gaan afsluiten alweer. Ja, oké dan. Hey Thomas, ja, hartstikke bedankt voor je hulp vandaag. Ja, ja, bedankt dat je gereed kan worden, hè. Ja, joh, ja, nee, tuurlijk, ja. Geen probleem. Ja, boor. Hey, ja, heb je verteld wat het voor was eigenlijk? Ja, dat is voor een hulpframe op mijn vrachtwagen en waar ik dan een koppelschotel op kan zetten. Ja. Een trekkeroplegger. Voor de magiers. Ja. Wanneer en dan? Komt die een keer hier langs? Ja, dat doen we wel even. Dat is best wel een projectje. Dan. En dan heb jij dan een dieplader erbij waar een tank op kan? Dat is wel eigenlijk het plan, hoor ik maar. Oeh, dat vind ik een goed plan. Dat is very nice. Werk dat ding nou eens af, joh. Kenteken is al geregeld. Dus oh, dan ben je al verder dan wij met deze, want dit kenteken is nog niet geregeld. Ja, heb ik nog in die MMB of in die tijd dat die tractor kenteken zou kunnen vragen. Ik heb het even snel geregeld. Ja, dat is goed gedaan. Ja, dat was heel handig. Deze, overigens, is uit 1988.
Ik had een lijstje doorgestuurd gekregen met chassisnummers. En daar stond dan bij, hè, dit nummer tot dat nummer, dat is dat jaartal. En daaruit blijkt dat deze uit 1988 is. Dus dat is het bouwjaar. Ja. We moeten nog eens contact opnemen met RDW. Kijken wat er kan wat betreft kenteken en zo. Dat moet gewoon kunnen. Ik vind ook dat dat moet kunnen. Goed dan. Hey, maar laten we het afsluiten. Ja. Dus, Thomas, hartstikke bedankt voor je hulp. Yes. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.